Hoe gaat u om met deurwaarders? Wanneer u te maken krijgt met deurwaarders, zijn er een aantal belangrijke dingen die u moet weten over de frauduleuze werkwijze van deze staatshuurlingen. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben weer terug. De overheid en haar trollen hebben geprobeerd mij de mond te snoeren. Zoals u kunt zien, is ze dat niet gelukt. Maar laten we verder gaan met deze kennisoverdracht. De deurwaarder zal u altijd eerst vragen of u de trustee bent van de geboortetrust die destijds tijdens uw geboorte is aangemaakt. U bent toen dood op papier gezet, zodat instanties zoals overheden kunnen handelen met u als zijnde een product. De deurwaarder zal dus vragen naar uw naam, als poging om in contact met u te komen en een volmacht van u te ontvangen. Hierbij is uw antwoord altijd uw voornaam en that's it. Probeer altijd de naam en de achternaam van de deurwaarder te achterhalen, want met een titel zult u nimmer in gesprek gaan. Wanneer u de naam heeft van dit persoon, zet u deze onder mijn eed. Dit houdt in dat u alleen het gesprek aangaat met deze persoon, gebaseerd op aantoonbare feiten en geen zeggenswaarheden. Een waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In dagelijks taalgebruik wordt waarheid in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. U kunt de deurwaarder aanspreken op het feit dat hij of zij aan het stelen is. Artikel 120 van de Grondwet. Rechters mogen niet toetsen aan de grondwet. Rechters mogen namelijk geen lid zijn van de Staten-Generaal, Eerste en Tweede Kamer, om zo samenzwering tegen te gaan. Daarnaast zijn rechtbanken maritiem, terwijl de grondwet land is. Geef aan dat u de politie gaat bellen om deze deurwaarder te laten oppakken voor deze strafbare feiten waar u hem op heterdaad op heeft betrapt. Ook kunt u de deurwaarder aanspreken op artikel 134 van de grondwet. Publieke rechtspersonen kunnen zich niet verschuilen achter openbare lichamen. Simpelweg omdat deurwaarders geen publieke rechtspersonen zijn, maar medewerkers van een incassobedrijf. Deze hebben dus totaal geen autoriteit, noch mandaat. Daarna controleert u altijd de volmachten. De deurwaarder is namelijk verplicht een uitspraak uit naam van de rechter aan u te tonen met een natte handtekening. Als dit niet aanwezig is, dan is dit valsheid in geschriften. Let op, uit naam van de rechter. Dit betekent dat alleen rechter niet voldoet, want dit is een titel en geen naam. U zult zien dat deurwaarders dit nooit bij zich hebben omdat rechters geen verantwoordelijkheid durven te nemen. Ze zijn zich namelijk meer dan bewust van de fraude die ze plegen. Ook is er een trucje waarbij u de deurwaarder zelf de brief laat openen. Hierdoor schendt hij het briefgeheim, wat strafbaar is, en gaat hij in contract met zichzelf. Nadat u uw commercial claim heeft geregeld met mijn hulp voor het terugclaimen van uw bedrijfsnaam, kunt u de deurwaarder ook nog eens aanspreken op interference with commerce, handelsbelemmering met geweldpleging en dreigement. Hier staat een straf op van maar liefst 20 jaar cel. Wanneer de deurwaarder er uiteindelijk achter is gekomen dat u te veel kennis heeft vanwege het feit dat u mijn filmpjes bekijkt en lid bent geworden van de Butterfly Tribe en u niet meer zomaar kan belazeren of chanteren, kunt u tot slot dit tegen hem zeggen. Ik wil dat u weggaat en hier nooit weer komt. Dit zegt u 3 keer met een autoritaire stem. Niet schreeuwen, uw eigen stem is voldoende. 3 keer is namelijk scheepsrecht. Als de deurwaarder stiekem alsnog de brief door de brievenbus duwt, kunt u deze aangetekend terugsturen. Deze brief is namelijk niet van u, dus vooral niet openmaken. Onthoud dat een deurwaarder geen enkele autoriteit heeft. Hij of zij is een persoon, een product van de staat. U daarentegen bent inheems en staat levend op papier, waardoor u niet meer onder bestuursrecht valt. Uiteraard enkel wanneer u uw zaakjes op orde heeft met mijn hulp. Op mijn website thebutterflytribe.io kunt u met mij in contact komen. En tot slot van deze video, weet dat wij in een gelijke situatie zitten als de inheemse indianen, die destijds werden onderdrukt, vermoord en weggejaagd in de 16e eeuw. Ik zeg dit omdat de bewustwording van uw ware situatie u zal helpen voor uzelf op te leren komen. Samen staan we sterk en niets of niemand mag u schenden in uw bestaanszekerheid. En zeker niet zolang ik leef. Sincerely yours, Robin, just like the bird.